Goedenavond. Een enorme klap en veel vuur. Flink schrikken in Bergen-op-Zoom vanochtend. Een explosie en een steekvlam midden in het centrum. Een transformatorkast in een restaurant aan de Grote Markt ontplofte. 4 mensen raakten zwaar gewond. Daar in die transformatorruimte ging het fout. Er ontstond zo'n grote steekvlam dat zelfs het pand aan de overkant van de straat flink beschadigd is. Een enorme steekvlam. Ik stond net tegen iemand te vertellen dat Enexis hier al bezig was vanochtend 6 uur. En ik sta te vertellen en ik sta zo te kijken en ineens komt er een enorme steekvlam. Een enorme vuurmassa die de straat in vliegt. Ik woon hier vlak achter, dus dat is vlak bij de meid. En op een gegeven moment ben ik op mijn kantoortje bezig en de lampen knipperen. En op een gegeven moment de klap en alles viel uit. Nou ja, goed, naar de Grote Markt gelopen en de hele markt stond vol met rook. Stank, dat wil je niet weten. Ja, je schrikt natuurlijk wel. En op het moment dat je dan ziet dat er ook mensen gewond zijn, dan schrik je helemaal erg. Ja, want er schijnt ook een meneer op de fiets langsgekomen te zijn. Die was aan het fietsen. Die fiets die lag daar te branden en die meneer liep hier. Ja, die had bijna geen kleren meer aan. Zo erg was die verbrand. Die is gewoon van zijn fiets geblazen, ja. Ja, geschokte reacties daar in Bergen-op-Zoom. Praat verder met Birgit Verhoeven, want Birgit, jij bent daar al de hele dag. Hoe is het met de gewonden, weet je dat? Nou, niet zo goed, hè. Het gaat om 4 zwaar gewonden. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het gaat om 3 medewerkers van Enexis. Nou, die lijken het op zich nog goed te maken. Maar er is ook 1 jongen die langs fietste tijdens de explosie. Ja, je hoorde het net al even. Die is echt van zijn fiets geblazen. En die jongen, ja, hij leeft nog wel. Maar ja, hoe die het maakt, dat weten we niet. Nee, er gebeurt van alles achter jou. Hoe is de situatie daar? Nou, op het moment van de explosie viel ook in een deel van het centrum de stroom uit, hier in Bergen-op-Zoom. En dat levert nu een beetje een rare situatie op nu het donkerder wordt. Want als je naar die kant van de markt kijkt hier, dan zie je dat de lampjes branden, dat er mensen op het terras zitten. En aan de andere kant van de markt, hier, daar zijn de restaurants dicht. Daar is het licht uit, want ja, er is geen stroom. En als je dan naar boven kijkt, dan zie je dat de peperbus, de klok van de peperbus, is vanochtend ook gestopt met werken. En die staat stil op 10 over 10. Nou, om dit allemaal te verhelpen zijn ze hier achter mij flink aan het werken, de mensen van Enexis, om dit probleem te verhelpen, om te zorgen dat mensen toch weer gewoon stroom hebben. En ze hopen dat het eind van de avond, begin van de nacht opgelost is, dit probleem. Dankjewel, Birgit.